Gothenburg, de EK vandaag op de kunstijsbaan Rudalen. Uit het grote Univa-stadion, waar vroeger bijvoorbeeld Schenke Verkerk de grote mannen waren, zijn de ijsmachines verwijderd. Schaatsen in Gothenburg betekent nu een miserig baantje in een buitenwijk en weinig publiek. Hoewel, in ieder geval weinig Zweden. Nederlanders zijn er in ieder geval altijd. Het toernooi is bij het begin al beroofd van zijn titelverdediger. Thomas Gustafsson is te ziek geweest en ziet af van deelname. En daarom staat Gerard Kemkers als een van de zware favorieten aan de start. Hij staat eerste op de seizoenranglijst over de vier klassieke afstanden. Was hij tevreden over zijn 40-35 op de 500 meter? Niet helemaal. Dat wil zeggen, technisch ging hij echt heel goed. Ik had ook een goed gevoel. Alleen ik heb het idee dat ik een beetje power miste op de overkant, op de kruising, waar ik eigenlijk door de wind een beetje teruggeblazen werd in plaats vooruit. Waardoor de tijd me ietsjes tegenviel, maar dan praat ik over 1 of 2 tienden. En dat is op zich geen rampzalig gebeurtenis. Technisch ging hij heel goed, dat is ook heel belangrijk. In het eerdere stadium hebben we het wel eens gehad over de concentratie en de zenuwen voor die eerste afstand. Had je die? De spanning was er. Zenuwen niet. Nee. Het was niet zo dat ik me echt heel erg opgelaten voelde, maar ik had een goede spanning. Ja. En dan de concentratie van Leo Visser, ook duidelijk op zijn gezicht te lezen. Hij had wat twijfel over zijn vorm met een liesblessure pas achter de rug. Nou, vooral de twijfels over de 500 meter. Toch een tijd niet gestart, niet echt fel werk gedaan. Een tijd geleden dat ik een 500 meter gereden had. En ik vond eigenlijk dat mijn opening zeg maar een 1-2 tiende te langzaam was. En de laatste 100 meter liep ook niet helemaal vlekkeloos. Maar op zich hield ik wel de aansluitingen mee, dus reden tot klaar had ik ook niet echt. Was je ongerust dat die Hatsjev onder de 40 ging rijden? Dat is toch een van de voornaamste concurrenten van je? Ja, inderdaad. Maar onder de 40 was 39,98. Dus dat was een 3/10 seconde. Natuurlijk, het is wel gelijk achterstand die je oploopt. Maar aan de andere kant is het gat wel eens groter geweest dan 3/10. Dus echt verontrusten deed het me niet. Om nog een paar toeschouwers te krijgen waren Art en Casey als publiekstrekkers aangetrokken. Ook zij zagen een iets tegenvallende Gerard Kemkers op de 5 kilometer. Wisselvallig. En dat was ook mijn grote probleem. Ik had de rit van Leo voor me. En ik was van plan om ongeveer zo te gaan starten als hij het gedaan had. Het enige probleem voor mij was, ik zat wel ongeveer op dezelfde tijden. Alleen hij reed constanter en ik reed heel wisselvallig. En dat wisselvallige, ja, dat bracht me een beetje in onzekerheid, want ik probeerde dat eruit te krijgen door de oplossing te vinden voor die wisselvalligheid. En dat kon ik niet vinden. Ik dacht dat het aan het voorwinstenstuk lag, toen aan het tegenwinstenstuk. En zo zat ik te zoeken en eigenlijk niet in mijn eigen ritme te rijden. En dat was het probleem. Ik kwam niet in mijn eigen ritme en in die zin ging het eigenlijk niet helemaal goed. Wat een beer moet die visser trouwens zijn om 7:08 in de openingsrit neer te zetten waar iedereen zich op stuk bijt. Ja, dat heeft hij het verleden inderdaad wel vaker gedaan. Hij zegt altijd wel dat hij niet fijn vindt om de eerste rit te rijden. Maar het blijkt elke keer als hij in de eerste rit rijdt dat hij de beste tijd rijdt. Ja, wat moet je doen? Ik had van tevoren tegen Ab gezegd dat we met een 34,5 zou beginnen. En dat leek me een vrij redelijke tijd. Ik had ook niet verwacht dat het eigenlijk veel sneller zou kunnen gaan inderdaad op deze omstandigheden. Maar na een ronde of 3 had ik inderdaad al door dat ik toch een goede halve seconde sneller kon rijden per ronde. En dat ging eigenlijk vrij soepel en vrij makkelijk. En zodat ik eigenlijk na 3 kilometer toch nog vrij fris kon beginnen aan de finale. Je bent bijna ingehouden blij, zie ik. Ja, nou, er komt nog een dag natuurlijk. Hè. En de dag van vandaag is mooi geweest, maar ik zal toch moeten proberen om morgen een net zo mooie dag ervan te maken. Ja, maar 2 seconden voor op nummer 2, Kemkers voorlopig. Ja, maar 1500. Ja, op de 1500. En er moeten natuurlijk nog 2 afstanden gereden worden. Dus hij heeft 2 keer de kans om wat goed te maken. En is het altijd leuk als je 2 seconden voor staat in plaats van achter staat. Maar het zijn geen bedragen die onoverwinnelijk zijn. Nee, maar als je jezelf nu een beetje beluistert, want je moest vroeger van Gemser altijd luisteren naar je lichaam, hè? Wat zeg je dan? Ja, wat mijn lichaam me zegt, dat zegt het altijd tegen mij persoonlijk en dat brengt me nooit naar buiten. De nieuwe kernploegcoach Ab Krook is na 8 jaren training voor West-Duitsland nu een paar maanden bezig met de Nederlandse heren. Hij was ook verrast met de tijd van Leo Visser, een schaatser die geen deel uitmaakte van zijn ploeg.
Nou, als ik heel eerlijk ben, zijn we ervan uitgegaan dat de tijden rond de 7:14 dat een hele goede tijd zou zijn. En dat blijkt ook wel, want nou, als we zien dat Karlstad dan toch nog weer 4 seconden daarboven zit, was dat werkelijk een tijd die heel goed was. Nou, we hebben de afspraak heb ik met Leo gemaakt dat hij de eerste 4-5 ronden op een schema zou rijden die daar in de richting zat. En als het goed ging, zou hij vlak blijven. Nou, en dat betekent dan dat je op 7:08 uitkomt. Heb jij contact met hem gehad? Is het een periode van de alternatieve kernploeg? We hebben contact gehad, uiteraard, ook in Davos. Maar ik moet aan de andere kant ook zeggen dat datgene wat ik eraan doe, dat is nu deze 3-4 dagen. En voor de rest heeft Arie Koops met hem gewerkt. Ja, want hij zei het, de afstandskampioenschappen. Vorig jaar was ik hier in Heerenveen ontzettend goed in vorm en in Calgary niet zozeer meer. Ik doe het nu anders. Dat lijkt een beetje te lukken nu, hè? Ja, ik denk natuurlijk dat hij bij de afstandskampioenschappen toch wat nadeel van zijn blessure had. Dat bleek ook later in Davos. En ik denk dat het heel goed is geweest dat hij in Davos niet gereden heeft. Zodat hij uiteindelijk nu helemaal voluit kon rijden. Maar het moet heerlijk zijn na 8 West-Duitse jaren voor jou om nou eens echt met troef aan het werk te zijn, hè? Nou, het geeft natuurlijk een heerlijk gevoel dat op het moment de Nederlanders van voren zitten. Het neemt niet weg dat ook in die periode dat ik in Duitsland was, toch ook wel een voldaan gevoel gehad heb. Maar dat lag dan anders. Dat betekende als iemand de laatste 16 haalde, of wat verder in het klassement van voren erbij was. Ja, dat is een positief gedeelte. Maar het neemt ook niet weg dat er ook nog wel eens dagen zullen zijn dat minder goed gaat. En dan komt het ook op me af. Je zult even diplomatiek zijn in je laatste antwoord, denk ik, als ik jou vraag naar de kansen voor Leo Visser op een Europese titel. Ik zeg, die zit geramd. Zeg jij dat? Nou, dan heb je aardig vooruitblik. Nee, als we heel eerlijk zijn, dan zijn natuurlijk de kaarten heel goed voor hem op het moment. En als hij het niet zou halen, dat zou gewoon te betekenen dat er morgen echt pech zou moeten zijn. Maar als er morgen geen pech is en Leo kan rijden zoals hij vandaag gereden heeft, dan heeft hij een hele goede kans. Waarbij ongetwijfeld ook Gerard zijn uiterste best zal doen om zo kort mogelijk te eindigen. Een Europese titel voor Visser moet dan onder andere tot stand komen via de 1500 meter van morgenmiddag. Vanaf ongeveer 2 uur zijn dit de eerste 8 en belangrijkste paren. Eerste paar Adenberg uit Oost-Duitsland tegen Herda. De vierde uit het klassement uit West-Duitsland. Tweede paar Bengtson-Radke. Derde Jeklic tegen Leppenen. Vierde is dan de koningsrit Leo Visser-Gerard Kempkers.